Dit is het nieuws van donderdag 6 mei met vandaag. Inzet trauma-heli onder de loep. Campagne voor meer Gelderse toeristen. En veel bloemen op Moederdag. Fijn dat u kijkt. De regio in 30 minuten. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Minder vaak voor niets uitrukken en kleinere verschillen tussen de regio's. De vier academische ziekenhuizen in Nederland die een trauma-heli onder hun hoede hebben, waaronder het UMC Sint Radboud in Nijmegen en koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland, willen de criteria voor de inzet van de heli's eens goed onder de loep nemen. Er zijn vier helikopters in Nederland. Nederland is dus als zodanig ook ingedeeld. Grofweg gaat het om het gebied van Gelderland, een stuk van Limburg, een stuk van Brabant, een deel van Utrecht en ook een stuk van Overijssel. Dat is nogal een groot gebied om te bestrijken. Lukt dat een beetje in de praktijk? Nou ja, de minister heeft ervoor gekozen om met een viertal locaties traumahelikopters in te gaan zetten. Doordat we natuurlijk weinig last van verkeer hebben, kun je in een rechte lijn vliegen. Natuurlijk heeft dat zijn beperkingen. En met name aan de uithoeken, de grensgebieden tussen de twee helikopterregio's, zeg maar. Ja, daar is het wat lastiger, daar duurt het langer. En dat betekent dat daar goede inzetcriteria nodig zijn om wel of niet te gaan vliegen. Nou is de traumahelikopter in met name Gelderland-Zuid vaak ingezet. Waarom was dat precies, zo'n verschil met de rest? Nou, het geldt niet alleen voor Gelderland-Zuid, het geldt voor alle gebieden waarbij de helikopter zelf gestationeerd is, zeg maar. Om dat gebied zelf ben je er het snelst. Naarmate je verder weggaat in de regio, duurt het ook langer. En is de afweging die door de ambulance meldkamer gemaakt wordt om een traumahelikopter wel of niet in te zetten, ja, wordt natuurlijk de tijdsfactor bepalend daarin. Dus op zich is dat logisch. De andere reden waarom dat Gelderland-Zuid zo vaak inzet heeft gepleegd, is omdat we te maken hebben met het feit dat wij die nachtsituatie ook voor onze rekening op dit moment nemen. Uit onderzoek van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, blijkt dat in 2009 de vier traumahelikopters in totaal 4128 keer zijn ingezet. Het medisch team in de heli's hoefde in 43% van de gevallen niet op te treden, omdat ambulancepersoneel ter plekke dat niet nodig achtte. In sommige regio's rukte de traumaheli veel vaker uit dan in andere. Zo was het aantal vluchten in de regio Gelderland-Zuid het hoogst. Hoe wordt nou precies bepaald wanneer een traumahelikopter wordt ingezet? Daar zijn criteria voor bepaald. We hebben te maken met zogenaamde primaire en secundaire inzetcriteria. Bij de primaire criteria wordt bij iedere melding die bij de ambulance meldkamer binnenkomt altijd een traumahelikopter ook ingezet. Dat gaat bijvoorbeeld in geval van een elektrocutie of bij een kinderreanimatie. Wordt ten alle tijde die traumahelikopter meegestuurd en wordt door het ambulanceteam wat ter plaatse komt wellicht gekeken of dat het nog nodig is en zo nodig de helikopter afbesteld. Daarnaast hebben we te maken met secundaire inzetcriteria. Dat zijn die gevallen waarbij de ambulancebemanning ter plaatse is en zegt, nou, we hebben hier echt een mobiel medisch team ter plaatse nodig en wordt die alsnog gealarmeerd. Heeft u uw regio over 2009 veel te maken gehad met vluchten die uiteindelijk toch zijn afgezegd? Nou, dat is een integraal onderdeel van het werk zoals we het hebben ingeregeld natuurlijk. Net als met de ambulances, waarbij er in het overgrote deel met spoed naar een verkeersongeval gereden wordt, maar je daar ter plaatse pas kunt bepalen of dat dan nodig was, is er ook voor gekozen omdat de helikopters, de mobiel medische teams er zijn, ten alle tijde die op dat moment in te zetten. Dat betekent dat je in een aantal gevallen gecanceld wordt, zoals we dat dan noemen. En het is beter om ze te cancelen dan ze door te laten vliegen als ze niets kunnen betekenen. Daarmee ben je weer gelijk beschikbaar voor een eerstvolgende, wel noodzakelijke inzet. De traumahelikopter die onder de acute zorgregio Oost valt, is gestationeerd op vliegbasis Volkel bij Uden. Zanger Dick van Altena uit Oosterhout ziet af van zijn plagiaatclaim ten aanzien van het liedje Ik ben verliefd van Songfestivaldeelnemster Sieneke. Hij blijft erbij dat de overeenkomsten met zijn nummer Angeline dubieus zijn. Van Altena zet nu toch de procedure bij de vaste commissie plagiaat stop. Er is nu namelijk een aangepaste versie van het Songfestivalnummer gemaakt. Daarnaast wil hij voorkomen dat de Nederlandse deelname aan het Songfestival in gevaar komt. Het festival wordt in Noorwegen gehouden en begint op 25 mei. De sinds 3 mei vermiste Arnhemmer Benjamin Chapman verblijft vermoedelijk in of in de omgeving van Arnhem. De politie Gelderland-Midden heeft aanwijzingen dat de 14-jarige recent nog bij vrienden was. De zwarte gitaarkoffer die hij bij zich had is inmiddels in Velp teruggevonden.
De jongen met psychische klachten vertrok maandagmiddag boos vanaf zijn huisadres in Arnhem. De laatste keer dat hij gezien zou zijn was tijdens de festiviteiten in Wageningen op 5 mei omstreeks 1:15. De jongen is ongeveer 1,70 meter lang en heeft lang donkerblond haar. Bij zijn vertrek droeg hij een spijkerbroek, skateboardschoenen, blauw met witte zolen en een oude blauw-wit geruite werkjas. Benjamin heeft een veiligheidsspeld in zijn oor en littekens op zijn rechterarm. Wie tips of aanwijzingen heeft, wordt verzocht contact op te nemen met politie Gelderland Midden via 0900 8844. Er komt een wedstrijd voor de nieuwe treinnamen op de Betuwelijn. De nieuwe treinen die Arriva vanaf eind 2012 op de oude Betuwelijn laat rijden, krijgen allemaal namen van bekende personen uit de regio. Iedereen mag daarvoor suggesties doen. Het is modieus om treinen op regionale spoorlijnen van een persoonsnaam te voorzien. Arriva wil de bevolking zoveel mogelijk laten meedenken over passende namen. Dat gebeurde de laatste jaren al in de provincies Friesland, Groningen en in de West-Betuwe en Vijfherenland. In aanmerking voor de nieuwe treinnamen komen bijzondere personen die in bepaalde regio wonen of geboren zijn. Aan de Eltense straat in Duiven wordt deze zomer de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe sporthal. Deze hal komt onder één dak met de Endesprong en de Mobilis. De gemeente Duiven daagt de mensen uit een nieuwe naam te verzinnen voor dit sportcomplex. De deelname aan deze prijsvraag staat open voor alle inwoners met uitzondering van werknemers van de gemeente Duiven en hun gezinsleden. De bedenker van de winnende naam wint een ballonvaart voor twee personen. Dit wordt dan bekendgemaakt op de dag waarop de eerste paal wordt geslagen. Deelnemers kunnen tot uiterlijk 1 juni reageren. Via de e-mail kan dit naar p.vangemert@duiven.nl en via de post naar de gemeente Duiven ter attentie van de heer P. van Gemert. Kledingwinkel B99 vertrekt deze week uit het karakteristieke pand aan de Dorpstraat 99 in Elst. De winkel heeft nu tijdelijk onderdak gevonden aan het voormalige postkantoor aan het Europaplein. De eigenaar van B99, Winfried Windjes, gaat de winkel ingrijpend verbouwen. Hij verwacht er vanwege de vermoedelijk veel hogere huurlasten niet terug te kunnen keren. De ondernemer had zelf plannen om de winkel op te knappen, maar het is volgens hem niet de tijd om veel geld in B99 te investeren. Hoe lang B99 aan het Europaplein kan blijven is nog onduidelijk. Er wordt gewerkt aan een nieuw winkel- en appartementencomplex op deze locatie. Waar B99 dan heen gaat is nog niet bekend. Het regionaal bureau voor toerisme Arnhem, knooppunt Arnhem-Nijmegen, gaat de komende maanden druk aan de slag met een mediacampagne om meer toeristen naar de regio te trekken. Voor de uitvoering van het Gelderse toeristisch beleid Groeten uit Gelderland hebben de gedeputeerde staten hiervoor ruim €136.000 ter beschikking gesteld. Met de ontvangen subsidie zal RBT kan inzetten op promotie en marketing om heel Nederland te laten zien wat Gelderland te bieden heeft. Het is natuurlijk altijd nodig. Toerisme is een hele belangrijke bron van werkgelegenheid in onze regio. Veel bezoekers besteden veel geld, dus er hangen veel banen aan vast. Dus wat ons betreft kan het natuurlijk altijd, en ik denk dat heel veel partijen, waaronder de hotels, het met ons eens zijn, er kan altijd nog een schepje bovenop. Dus we gaan deze zomer een extra communicatiecampagne voeren, dat klopt. Jullie hebben 1,6 miljoen tot jullie beschikking gekregen. Wat gaan jullie hiermee doen? Nou, er is 1,6 miljoen, dat stond ook in de krant, ter beschikking voor toerisme in de stadsregio Arnhem-Nijmegen. We hebben een mediacampagne ingediend en daar hebben wij €136.000 voor ter beschikking gekregen. Op voorwaarde dat we ook €136.000 meebrengen. Dus het is nooit zo dat je het helemaal krijgt. Maar goed, dat hebben we georganiseerd en dat betekent dat we met dat bedrag over 4 weken gaan starten. Met een multimediale campagne in Nederland. Om te beginnen Libelle Zomerweek op het strand van Almere. Maar ook bijvoorbeeld de regionale televisiezenders. Denk aan AT5 in Amsterdam of TV Rijnmond die goed bekeken worden. En dat zijn gebieden waar mensen graag naar Gelderland en het liefst dan ook naar onze regio willen komen. De naam van het beleid is Groeten uit Gelderland. Of zit er nog een uitgebreidere naam van vast? De provincie Gelderland heeft inderdaad een het projectplan heet Groeten uit Gelderland. Maar de campagne die we voeren, of gaan voeren opnieuw, heeft dezelfde naam als verleden jaar. Gelderland levert je mooie streken. Bijvoorbeeld Arnhem of het Rijk van Nijmegen of de Veluwezoom. En daar is van alles te beleven.
Waar staat die titel verder precies voor? Nou, Gelderland levert je mooie streken. Dat geeft gewoon aan dat Gelderland uit een aantal gebieden bestaat. En bijvoorbeeld op de Veluwezoom kan je naar de mooie postbank. Hè? Het mooiste uitkijkpunt van Nederland weten we sinds kort. Wisten wij al langer trouwens. Of je kan naar Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Dat zijn allemaal verschillende streken in het mooie Gelderland. En dat is de campagne die we gaan voeren met partners uit het toeristisch bedrijfsleven. Volgens de provincie moet met het nieuwe beleid vooral aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de verblijfsrecreatie en de hoeveelheid bestedingen per toerist. Het RBT Cannes zet dit in kader met zijn campagne in op natuur, cultuur en een dagje uit. Nu wordt er binnen de campagne ook heel erg ingezet op cultuur, natuur en een dagje uit. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, nou ja, kijk, een dagje uit is helemaal niet zo moeilijk, denk ik, om je voorstelling bij te maken. Als je denkt aan de attracties, de musea die we hier kennen, hè, het Valkhof in Nijmegen, het Nederlands Openluchtmuseum, om er maar eens een paar te noemen. Cultuur, ja, er zijn nogal wat de nodige exposities. Er is op cultuurgebied van alles te beleven. Kijk maar op uitbro.nl/Arnhem of Nijmegen, kun je alles vinden. En natuur, nou, als je hier staat, of het nou in Nijmegen en je kijkt om je heen, Ooijpolder, Rijk van Nijmegen of Arnhem, met de Veluwezoom. En dan heb ik het nog niet eens over de Gelderse Poort. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Als u nou een potentiële toerist een tip zou moeten meenemen, waarom moeten zij naar Gelderland komen? Nou, weet je wat het is? Waarom moeten ze naar Gelderland komen? Omdat er een heleboel te doen is. Prijs-kwaliteit-verhouding is goed. Mensen zijn hartstikke vriendelijk hier. En er is ongelooflijk veel te beleven. Met die hele mooie natuur erbij. Nou, dan is er ook nog een fietsknooppuntensysteem. Dat routesysteem doet het erg goed. Mensen noteren een paar nummers, stappen op de fiets en kunnen heel die mooie regio Arnhem-Nijmegen verkennen. Zo makkelijk is het. Juriaan Mol van RBT Cannes weet het zeker. De provincie Gelderland heeft voor ieder wat wils. Wie ondertussen ook enthousiast is deze regio beter te leren kennen, kan voor alle uitjes en informatie terecht op de website www.vvvarnhemnijmegen.nl. Zondag 9 mei is het weer moederdag. De dag voor alle moeders om eens lekker in het zonnetje te worden gezet. En dat wordt dan ook massaal gedaan. Bloemenveilingen en bloemmisterijen draaien deze dagen overuren, aangezien het oude vertrouwde bosje bloemen nog steeds een van de meest geliefde manieren is om je moeder te bedanken. Verwacht u iets te krijgen dit jaar? Denk het wel, ja. Koop het. Wat vindt u nou een leuk moederdagcadeau? Nou, iets zelfgemaakt van mijn zoon. Maar ik weet niet of hij dat nog doet, hoor. En heb je wat gemaakt voor moederdag of mag ze dat nog niet weten? Dat mag ze nog niet weten. Maar je vindt het wel leuk om je moeder een keer in het zonnetje te zetten? Ja, heel erg leuk. Gaan jullie iets doen voor jullie moeder dit jaar? Nou, ik denk dat ik gewoon een cadeautje koop en dat het wel is. En wat voor cadeautje dan? Iets van de DA of zo. Ja? Ik doe ook wel wat, maar ik zou nog niet weten wat ik ga kopen eigenlijk. Dat moet ik nog maar even zien. Dat weet ik niet. Wat gaan we wat doen, Simon? Ja. Wat gaan we doen? Bloemen kopen. Bloemen kopen? Bloemen. En heb je misschien op school nog wat geknutseld voor je moeder? Pratje. Ja. Wat heb je gemaakt dan? Een flesje met met een ijzerkralen. Daar moest ik zo'n ijzerdraad en dan ging ik de glinsterende kralen erop doen. Ja, op school heb ik iets gemaakt. Ik heb iets gekocht voor mijn moeder. Ik heb nog niks, maar ik ga een tekening maken waarschijnlijk. Een cadeautje kopen voor mijn moeder. En wat voor cadeau? De cd van Karel Emerald. Niet alleen bloemen zijn geliefde cadeaus om moeders te bedanken. Ook een ontbijtje op bed, verzorgingsproducten of een lekker etentje doen het op deze dag goed. Zelf ontvangen moeders het liefst een dagje weg of een beauty arrangement. Maar een tekening of een zelfgemaakt knutselwerk van de kinderen hoort daar natuurlijk ook bij. Ik hoop dat ze iets geknutseld hebben. Want dat is voor mij het leukste van moederdag. Het is wel het ultieme moederdag cadeau. Ja, absoluut. Als ze morgens komen en dan hebben ze een ontbijtje gemaakt. Misschien, hoop ik. En dan hebben ze op school iets gemaakt. En dat is zo lief. Waar denk je dat je je moeder een plezier mee kan doen? Met shampoo en zeepjes en zo. En zou je nog iets tegen je moeder willen zeggen voor moederdag? Ja, dat ze de allerliefste moeder is. Ja, die van mij ook natuurlijk. Waarom is jullie moeder de allerliefste? Omdat ze goed voor ons zorgt. Ja, mij ook. En precies hetzelfde. Nou, we zijn op zoek naar een cadeautje, dus ik weet nog niet precies wat. Maar waar denk je dat je moeder een plezier mee kan doen?
kaarsjes of zo. Iets heel standaard. Of het nu een flesje parfum, een cd of toch die bos bloemen is, de meeste moeders maakt het niets uit. Want hoe groot of hoe klein het cadeau ook is, uiteindelijk draait het allemaal vooral om dat extra beetje waardering en het hebben van een gezellige dag. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Hierna kunt u kijken naar Uit Magazine. Direct na het weer, dus blijf kijken en graag tot morgen.